Leerlingen, staf en directie van de Nasi Brouwerschool en college hebben vandaag het startsein gegeven voor de bouw van het Nasi Brouwer College. Na het onthullen van het projectbord door de directies van de Nasi Brouwerschool en het college hebben twee leerlingen de eerste steenlegging mogen doen. Het Nasi Brouwer College is 2 jaar terug en wel in oktober 2018 gestart als een vervolg op de Nasi Brouwer Basisschool. Het college had echter geen eigen gebouw en is sindsdien gehuisvest in een deel van het CPI-gebouw aan de Prinsessenstraat, zegt Judith Asgarali, directrice van het Nasi Brouwer College. Sowieso heeft het bestuur van Nasi Brouwer Stichting gezegd, we moeten toch wel ons eigen gebouw hebben en daar zijn ze vandaag mee begonnen. En daar hebben we gewoon recht op, als eigen VWO-HAVO-school. Op dit moment hebben we ongeveer 75 tot 80 leerlingen, 75. En dat zijn 4 klassen, 2 eerste en 2 tweede klassen. Het gebouw van CPI aan de Prinsessenstraat. Ja, daar zijn we. Volgens Astra Boetius, directrice van de Nasi Brouwer School, was het altijd een wens om niet alleen een basisschool, maar ook een eigen college te hebben. Erwin Emanuels, voorzitter van de stichting Margaretha Jacoba Nasi Brouwer, zegt dat de begroting voor de bouw van het college is geraamd op 6 miljoen SRD. Met nog een aantal dingen, bouwrijk maken en alles. Dus een investering van 6 miljoen Surinaams. Je sprak over een periode van binnen 6 maanden oplevering. Is het haalbaar? 1 oktober. Zijn we klaar? We moeten. Waarom? Omdat we aan de 1 oktober, we hebben gedaan, we zijn begonnen met 2 eerste klassen. En daarna 2 eerste en 2 tweede klassen. Volgend jaar krijgen we 2 derde klassen. En dan kan we gelijk de 4e HAVO en 4e VWO krijgen, omdat die ook van overal kunnen instromen. En dan beginnen we hier 1 oktober met ongeveer 6 plus 4 met 10 klassen. En 10 klassen zijn feasible en daaruit kunnen we alvast de eerste kosten van de lening terugbetalen. Het college wordt zowel HAVO als VWO. En vroeger had je deze combinatie ook wel, maar ik denk dat wij een van de weinigen zijn die met zo'n combinatie weer beginnen. Een 5-jarige HAVO en een 6-jarige VWO. Na hun lagere school blijf je 5 jaar. Dan heb je HAVO en 6 jaar. En 6 jaar heb je VWO. Deze 3 jaren zijn samen. En dan word je splitsing. In de eerste 3 jaren heb je dan een HAVO en VWO samen. En die splitsing naar HAVO is na de 3e en VWO. De HAVO is na de 3 basisklassen 2 jaar. En het VWO is na de eerste 3 klassen 3 jaar. Dus het ateneum. Erwin Emanuels, voorzitter van de stichting Margaretha Jacoba Nasi Brouwer. Hij sprak vanmiddag na de onthulling van het projectbord en de eerste steenlegging voor de bouw van het Nasi Brouwer College. De eerste fase van het gebouw wordt in september opgeleverd en de eerste lessen vangen aan in oktober 2020. Het nieuwe gebouw komt te staan aan de Prinsessenstraat.